Lise nummer 11, Lutz Jacobi, Partij van de Arbeid. Zal Lutz de Partij van de Arbeid karavaan mijn kamerlid Lutz Jacobi joet terug haas. Krijgt haar Frieske komaar, maar voor de kiezers de afstand naar Den Haag Lietzermeidje. Het belangrijkste punt is ook dat we als regionale kandidaat overwegen. En ik ben Frieske nummer 11, dus ik dacht, hoe logisch kan het wezen? Ik ging naar een mooie elfstedentochtje maatje. Ik ga jou stemmen, denk ik, morgen. Heeft het niet goed om op Partij van de Arbeid te kiezen? Ik heb nog niet kunnen kiezen of zo. Ik denk in ieder geval wel op iemand hier in de buurt. Een Fries is toch wel belangrijk? Ja, beter dan één in Den Haag of zo. De Partij van de Arbeid campagne liet het vertuten te dwaan. Lest 30% van alle kiezers in Friesland wil dat de Partij van de Arbeid listloeker Diederik Samsom de nieuwe premier van Nederland wordt. Dat docht blieken uit een opiniepeiling van Omroep Friesland en Eén Vandaag. Samsom scoort krek wat beter als de VVD'er Rutte, met zo'n 20%. De Friese listloeker Sybrand Buma van het CDA had een voorkeur van 6%. De PVV-voorman Geert Wilders komt net verder als 1%. Ik denk dat Rutte zijn kans heeft gehad. Als ik eerlijk ben. Als ik daar, dan vind ik wel, dan mag er wel weer wat nieuws komen. Zo ben ik dan ook wel weer. VVD-kamerlid Anna Wil Lucas vleit met haar campagneteam op een zwerg. Zij werd warm nog koud van het Lietse verlies van Rutte. Ik ga er helemaal niet vanuit dat meneer Samsom minister-president wordt. Ik kan me niet eens voorstellen en ik wil het me ook niet voorstellen. Het CDA-tandemteam van Sander de Rauwe en Harry van der Molen liet hem terug de minder gunstige peilingen net weer houden om terug waar en wien de politiek ook naar de Friese Oude Rijn te brengen. Zie je voor stemmen? Nee. Ik net niet. Nee. En waarom net? Nou, omdat ze al je metagolie krijgen. Ze praat al die zaten wollen, maar het aantje besluit komt er niks van te lonen. Daarom vind ik het ook mooi om als jongere hier weer te staan en ja, met de mensen het contact te hebben. En ook toch de vraag aan de mensen, stem wel uw mensen die u woensdag wilt hebben. Want als u niet stemt, gaat uw stem verloren.